Hallo, ik ben Arno Roest en ik ben kindercardioloog in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis, het kinderziekenhuis van het RUMC. Daarnaast ben ik ook lid van de wetenschappelijke adviesraad van Stichting Hartekind. Op 24 maart heeft Hartekind een Facebook-post geplaatst en daar hebben jullie massaal op gereageerd. Binnen no time waren er meer dan 120 reacties. Dat geeft wel aan dat er heel veel vragen zijn over het coronavirus en hartekinderen. En dat het heel belangrijk is dat wij als kindercardiologen dit signaal heel serieus nemen. We proberen samen met Hartekind zoveel mogelijk antwoord te geven op alle vragen. Ik kan dat helaas niet allemaal persoonlijk doen. En ik ga in dit filmpje een aantal vragen beantwoorden. Als jouw vraag er niet bij zit, Hartekind is samen met de kindercardiologen van de sectie kindercardiologie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde bezig om alle vragen te verzamelen. En in de volgende post komen we hier zo goed als mogelijk op terug. Allereerst wil ik benadrukken dat het heel belangrijk is om alle adviezen van de experts op te volgen. Houd 1,5 meter afstand. Was goed je handen. En met verkoudheidsklachten niet naar buiten gaan. Alle adviezen zijn na te lezen op de website van het RIVM. Op de website van de NVK, www.nvk.nl, staat heel veel informatie specifiek over kinderen. Ik weet natuurlijk niet van alle vraagstellers alle details, dus ik zal met name wat algemene antwoorden geven. De eerste vraag is van een meisje van 6 jaar die geopereerd is aan een hartklep en waarmee het nu goed gaat. Ze vraagt of ze nog met vriendinnetjes mag afspreken en meer risico's loopt dan leeftijdsgenootjes. Het coronavirus is een virus dat verkoudheidsklachten veroorzaakt. Er zijn heel veel verkoudheidsvirussen en van dit coronavirus weten we dat het gelukkig bij kinderen hele lichte klachten veroorzaakt. Net zoals de andere virussen die verkoudheid veroorzaken. Het antwoord is dus, als jij en vriendinnetje helemaal geen klachten hebben van de verkoudheid, dus niet hoesten, geen snotneus hebben, geen koorts hebben, niet niezen, dan is het geen probleem om met elkaar te spelen. En dat geldt eigenlijk voor alle kinderen. De tweede vraag is of het te verwachten is dat hartekinderen met een ernstige hartafwijking die corona krijgen meteen op de IC komen of dat ze het coronavirus aan moeten kunnen. En als de scholen zo meteen weer open gaan, mogen ze dan weer naar school? Zoals ik net al aangaf, zijn de klachten van het verkoudheidsvirus mild en kunnen kinderen dit goed aan, ook hartekinderen. En eigenlijk hoeven de kinderen met corona of die verdacht worden van corona bijna niet te worden opgenomen in een ziekenhuis. Dus zeker niet meteen op de IC. Het is lastig in te schatten wanneer de scholen weer open gaan en wat we dan kunnen adviseren. Belangrijk blijft, blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt. Voor hartekinderen, maar ook voor de klasgenootjes. En het advies van het RIVM, als één iemand koorts in het gezin heeft, allemaal thuis blijven. De derde vraag gaat of ouders bij hun kind mogen zijn als er een hartekind op de IC ligt met corona. Dat is een hele belangrijke vraag. Dit is wellicht voor elk ziekenhuis anders, maar in het RUMC zijn we heel streng voor patiënten die met het coronavirus op de IC liggen. Daar mag in principe niemand bij. Op de afdeling mag dit wel, maar dan mag diegene de kamer niet uit. Maar ik hoop van harte dat geen enkel hartekind hoeft te worden opgenomen en zeker niet op de IC. De vierde vraag is van een jongetje van 10 met een complexe hartafwijking en een fontanoperatie. Voor alle patiënten met een fontanoperatie geldt dat ze bij elke verkoudheid goed moeten opletten. Vaak gaat dit gelukkig zonder problemen vanzelf over, net als dit coronavirus. Maar bij kinderen met een fontanoperatie zeg ik altijd dat het belangrijk is om de griepprik te halen en als ze heel erg verkouden worden of benauwd worden, dat ze dan contact op moeten nemen met de kindercardioloog. Dit geldt ook voor alle andere verkoudheidsvirussen en ook voor dit coronavirus. De volgende vraag is van een hartekind van 13. Die vraagt wat hij moet doen als hij ziek wordt. Bij lichte klachten, zoals een snotneus of een beetje koorts, lekker binnen blijven en uitzieken. Dan mag je ook niet buiten spelen. Als je je steeds minder lekker voelt of het ademen moeilijk wordt, dan moet je dat aan je ouders vertellen en die kunnen dan de dokter bellen. Deze vraag is van een hartekind van 9, of hij erger ziek wordt van corona of dat hij er zelfs dood aan kan gaan.
Wat een belangrijke en heftige vraag is dat. We weten nog niet alles van dit virus, maar wel dat het kinderen en verharde kinderen veel minder ziek worden van dit virus. En ook in onderzoeken die al wel bij kinderen gedaan zijn, geven hoop dat het niet zo erg is bij deze kinderen. Ook dus niet bij harde kinderen. Handen wassen is wel heel belangrijk. Dat maakt namelijk het omhulsel van het virus kapot. En maakt dus het virus kapot. En zo kan het virus zich niet verspreiden. Heel belangrijk dus, handen wassen. De volgende vraag gaat over een hartafwijking met pulmonale hypertensie. Een te hoge druk in de longslagaders. Omdat het corona een luchtweginfectie geeft, net als veel andere verkoudheidsvirussen, is het bij deze hartekinderen belangrijk om goed op te letten op benauwdheid en andere tekenen van een longontsteking. Voor de kinderopvang is het dus heel belangrijk dat er geen begeleidsters en kinderen zijn die verkouden zijn. Zoals het RIVM adviseert, alle volwassenen en kinderen die koorts hebben moeten thuis blijven. En mogen dus niet naar de opvang. De laatste vraag gaat over of er al onderzoek is naar kinderen die een hartafwijking hebben en ook het coronavirus. Ik heb net nog even gekeken, maar nee, dat is nog niet te vinden. Wel is er een onderzoeker die corona heet, die onderzoek doet bij aangeboren hartafwijkingen. Maar dat heeft niks met virus te maken. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor al jullie vragen. Ik weet dat ik lang niet alle vragen heb beantwoord, maar hopelijk helpt dit een beetje. Met de andere vragen gaan we zeker aan de slag en komen we later op terug. Ik wil alle mensen met een aangeboren hartafwijking, alle hartekinderen, alle ouders, broertjes, zusjes, opa's en oma's, familie en vrienden heel veel sterkte wensen in deze onzekere periode. Let goed op elkaar. Laten we zorgen dat we met z'n allen dit virus overwinnen. Houd jullie goed aan alle adviezen en dan zien we elkaar weer snel op de volgende Hartekinddag. Het allerbeste.